Ja, en misschien ook even goed om even uit te zoomen. Hè? Weet je, ik zat hier een jaar geleden ongeveer ook. Want toen hadden we het ook al over de mondkapjesdeal. 100 miljoen, een deal die is gesloten, tegen ambtelijk advies in, toch doorgedrukt. En toen dachten we al, hier klopt iets niet. En het was ook om hem niet. Uh, en uh, er is altijd ontkend dat er persoonlijke bemoeienis is geweest... van de minister uh, De Jonge uh, met deze deal. Uh, ook op Kamervraag is dat ontkend, op camera is dat ontkend. En nu blijkt dat toch wel te zijn, en niet alleen maar... Een beetje doorgeven van uh, appjes, maar echt persoonlijke bemoeienis die ik als oud-ambtenaar als een opdracht uh, zou ervaren. En dat moet opgehelderd uh, worden. Dus maar, dat, maar, maar, is, wat, dat, wat, is, dat is dus ook de reden dat wij hebben gezegd: ja, er is maar één iemand die dat goed uit kan leggen. En dat is hij zelf. En dat is hij zelf. En dat maar, gaat wat, over wat, zijn integriteit. Wat moet er nog opge opgehelderd worden, wat u betreft? Wat is u nog niet duidelijk? Nou uh, uh, eerst wil ik van hem weten waarom. Ondanks dat we bij herhaling hebben gevraagd... wat is zijn persoonlijke betrokkenheid geweest bij deze deal? Het was een partijgenoot, uh, grote belangen, publicitaire belangen. Geef ons een feit, helaas... Dat is niet gekomen op deze manier. Hij heeft het ook op camera ontkend. Dus mijn vraag is als eerste: waarom heeft ze niet gewoon gezegd. joh, in de hitte van de strijd. Het was crisis. Oh ja. Iedereen stond onder grote druk. Ik heb dat gedaan. Misschien stom, maar ik heb dat gedaan. Op nou, camera heeft hij gezegd: ik was niet betrokken bij de deal. En feitelijk klopt dat ook, want die is gesloten door Martin van Rijn. Een collega van hem. Nou ja, maar hij was wel degelijk betrokken. Want hij zegt: ik, ik zou het zeer op prijs stellen als dit lukt. Even in mijn woorden. Ja. Uh, uh, want, eh, dus dat stel ik, ik oprecht op prijs. Hij is ook blij dat het contact is gelegd. En nogmaals ik ben ambtenaar geweest op een ministerie dus als mijn minister dat mij zou laten weten dan zou ik dat als een opdracht ervaren vind ik bemoeienis dus ik wil weten hoe is dat precies gelopen